flawless, puffed up, flawless, from running it flawless. I woke up like this, I woke up like this. We flawless, ladies, tell us say, ah, look so good tonight. Goddamn, goddamn, goddamn! Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe video. Anders dan anders, want ik doe normaal eigenlijk nooit zoveel met make-up en zo. Maar ja, ik hou er wel van en ik ben een meisje en ik vind het leuk om ermee te spelen en zo. En ik vroeg aan jullie wat voor video jullie wilden zien. En heel veel van jullie zeiden, doe een everyday make-up tutorial. Dit keer serieus, I'm sorry about the last one guys. Maar ja, let's begin with my face. Ja, dit ben ik zonder make-up trouwens, hallo? Ja, het is, ja, ja. Let's put some shit on my face. Oké, geen shit, maar make-up. Maar ja, you know what I mean. Oké, sorry, als ik daar kijk, daar staat mijn spiegeltje. Dus ik heb echt zo'n constructie, jongens. Het is echt heel verschrikkelijk. Waar waren we? Oké, ik begin met een BB cream. Het is van NYC. Ja, die kun je gewoon bij de Kruidvat kopen. Ja, het is de BB cream 5-in-1 Instant Matte Skin Perfector. Perfector de teint. Even in het Frans erbij. Ik heb nummer 02 medium, voor als mensen het willen weten. Ik heb deze beauty blender gekocht daar bij de H&M. Hennes en Maurits. Deze was echt iets van 2 euro of 3 euro of zoiets. En wat ik doe, ik heb deze een beetje vochtig gemaakt. Kun je met zo'n spuitbusje met water doen. Want dan doen alle bekende beauty bloggers. Dus ja, dan doe ik dat maar na. Dus ik pak een beetje van die shit. Niet te veel. Oké, en dan heb ik mijn prachtig... heb ik op mijn hand gedaan. Dan pak ik wat en dan... Ik dep het gewoon in stipjes over mijn gezicht. Ja, perfect. Ja, oké, dat dus. En ik doe ook een beetje hier zo in mijn nek, zodat ik niet nog meer op mijn wortel ga lijken. Dan pak ik mijn beauty blender, dus iets vochtig. En dan ga ik met deze kant... ga ik doen alsof ik dit heel professioneel in mijn huid blend. En ik denk, ik ga hem een kans geven. En ik moet zeggen dat hij heel fijn is. Goed, ik heb Dadish ingeblend met mijn beauty blender die ik net heb schoongemaakt. Maar hij is nu weer helemaal smerig. Nu ga ik beginnen met mijn concealer. Veel van jullie vragen dus wat voor concealer ik gebruik. Deze is echt super fijn. Hij is van Catrice. Oké, dit is Liquid Camouflage van Catrice. En ik heb 01... De kleur 01 Porcelain. Dus als je een concealer zoekt die echt heel fijn is, dan zou ik deze echt aanraden. Deze is ook echt maar 4 euro. Dus dat is super budgetproof, jongens. Ik breng het zo aan. In een driehoekje. En in de tussentijd heb ik ook geleerd, als je het een beetje zo doet. Ja, zo. Dan werkt het ook een beetje als highlighter daarboven. Omdat het natuurlijk iets lichter is. Dus zo, ook aan de andere kant. Nu ga ik met de andere kant van de beauty blender, dus de puntige kant, ga ik dit uitblenden. Dus ik maak deppende bewegingen onder mijn oog. Daar doe ik ook altijd een beetje en zo, zo, ja. Daar, hallo. En die ga ik dan ook even inblenden. Oké, dus dit is het tot nu toe. Wat ga ik nu doen? Ja, wat ga ik nu doen? Ja. Oh shit, ik was het helemaal vergeten. Ah. Oh, ik ben zo dom. Ik doe soms ook nog lipbalsem op en zo, want dat hydrateert je lippen. Ja, dit is van zo'n prinsessen lipbalsem van een Kruidvat. Dat is echt vet lekker. Na dit ga ik nog even het afpoederen. Dat doe ik met de Finishing Loose Powder nummertje 41. Volgens mij de lichtste kleur van de HEMA. Daar deppen we een beetje erin. En dan doe ik het een beetje zo. Soms doe ik dat ook met mijn vinger zo om mijn ooglid. Omdat dat heel erg vettig is bij mij. En met dit blijft het dan echt best wel lang gewoon mat. Het zit op mijn boxie. Zie je het? Het zit op mijn shirt. Ja hoor. Dames en heren. Nope, hij heeft het weer geflikt. Het zit op mijn broek. Het zit op mijn sok. Het zit op mijn sok, jongens. Oké, en nu mijn wenkbrauwen. Jullie hebben altijd ruzie over mijn wenkbrauwen in elke reacties van elke video. Want iedereen zegt, oh, je tekent je wenkbrauwen veel te ver aan. Maar dat doe ik niet eigenlijk. Het enige wat ik doe is een oud mascara borsteltje. En ja, het is echt een vet goede tip als je te scared bent om gewoon zo'n borsteltje voor je wenkbrauw te kopen. Nou, het is ook gewoon oude mascara van Essence. Wat ik doe, ik borstel het
eerst helemaal rechtop zo. Kijk, en dan lijkt het al meteen heel veel voller, vind ik. Dan tem ik het een beetje, zo. En ook aan deze kant. Ja, dit zijn mijn wenkbrauwen, jongens. Voor mijn mascara gebruik ik... Dus dit is de Essence Maximum Definition Volume Mascara. Nou, ik heb hem eigenlijk gewoon gekozen omdat het een beetje zo'n borsteltje heeft... die niet zo dik is en niet zo klonterig. Want dat vind ik heel lelijk, want dan plakt al je wimpers aan elkaar en zo... Nee, ik ga jullie niet vertellen hoe ik mascara aanbreng. Dus die mascara kan ik ontzettend aanbevelen ook. En op laatste, mijn lippekes. En ik heb deze ook vrijdag in Amsterdam gekocht. Hij is van de Kiko. Het is echt een super mooie kleur, vind ik. Hij ziet er zo uit. Hij lijkt mat, maar hij is eigenlijk best wel glanzend. En het is in de kleur 918, als ik het goed heb. Ja, 918. Nou, dit was mijn daily make-up look. En ja, zo doe ik het gewoon een beetje. En ik hoop dat jullie het wel leuk vonden om naar te kijken. En dat jullie wat hadden aan mijn advies qua producten en zo. Ik ben geen professional, dat weten jullie. Ik probeer het gewoon voor jullie om dit een keer te doen. Want hij werd zo vaak aangevraagd. En... ja, ik vond het eigenlijk wel leuk om het een keer te doen. En heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En laat vooral weten wat voor een video jij nog een keer wil zien. En dan misschien doe ik ze wel. Heel erg bedankt voor het kijken en bye! Oh nee, shit. Nu moet ik nog eigenlijk even van die beelden dat ik dan heel zo...